allemaal. Dit is het volgende dicté wat we kunnen gaan maken met onze klas. Dit dicté gaat over de twee tekenklanken. De oe, ui, i, ei, au, otje au en de eu. Ik laat jullie iedere keer een plaatje zien en bij dat plaatje hoort een woord. Misschien kun je het zelfs wel een beetje raden. We gaan het zien. We gaan beginnen. Het eerste woordje is tuin. Schrijf op tuin. Jouw tuin ziet er misschien wel anders uit, maar we hadden een voorbeeldplaatje nodig van tuin. Schrijf op het woordje doek. Een doek waarmee je schoon kan maken, iets droog kan maken. Doek. Het volgende plaatje en woordje. Rauw. Dit vlees is nog rauw. Om het echt te eten zou je het even moeten gaan bakken en braden. Sommige dieren eten wel graag rauw vlees. Maar wij mensen, meestal vinden wij het lekkerder als het gebakken of gebraden is. Schrijf op rauw. En denk goed aan het oude verhaal. Volgende woordje. Riem. Soms hebben jullie wel eens een riem om. Als je broek soms nog iets te groot is, dan is een riem wel zo prettig. Schrijf op riem. In deze kast is het erg koel en kun je de spullen koel bewaren. Schrijf op koel. 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 Dit is je heup waar die meneer zijn hand heeft. Dat is een heup. Schrijf op heup. Bij rots en water doen we dat ook met goede vriend. Dat je op de heup van de ander leunt. En dat je dan toch niet omvalt. Een hele mooie oefening met je heup. Schrijf op heup. Gebakjes zijn heel erg zoet. Schrijf op zoet. Gebakjes zijn heel erg zoet. Schrijf op zoet. En iemand heeft er al een heel klein hapje van genomen, zie ik daar in een hoekje. Dit kindje is een beetje ziek. Schrijf op ziek. De pilletjes liggen al klaar, een appeltje ligt klaar. Je moet als je ziek bent ook goed drinken om de koorts weer te laten zakken. Schrijf op ziek. Het zoutvaatje is omgevallen. Nu ligt er zout op de tafel. Schrijf op zout. Zout. Schrijf op zout. En het laatste woordje van dit dicté. Met spelletjes spelen vinden wij heel leuk. Schrijf op leuk. Leuk. Schrijf op leuk. En dan heb je alle woordjes van dit dicté alweer gehad. Kijk goed of je de twee tekenklanken goed geschreven hebt. Kijk even naar de woordjes terug. Klopt het wat je gelezen? Als je terugleest dat het woordje er dan ook staat wat ik had gezegd. Lees het altijd even terug. Misschien kom je er zelf wel achter dat iets niet klopt. En dan gaan we het nakijken. Kijken jullie mee? Let op. De antwoorden. Tuin. Doek. Rauw. Met een atje au. Riem. Eerste e en dan de e. Koel. Heup. Zoet. Ziek.
zout. En de laatste is leuk. Ik denk dat jullie het weer fantastisch gedaan hebben. En überhaupt, jullie mogen trots zijn op wat je allemaal doet en probeert. Daar zijn we al heel erg trots op. Tot het volgende dictee. Tot ziens.